zelfgemaakte crèmes voor mooie ogen. De contour van je ogen, het buitenste gebied, is vaak het eerste deel dat tekenen van ouderdom of zelfs van frequent glimlachen laat zien. Kou, uitdroging, de zon en je leeftijd kunnen de verschijning van fijne lijnen veroorzaken, die ook wel bekend staan als kraaienpoten. Ze veroorzaken soms een lichte zwelling van het weefsel rond dat gebied. Hieronder staan een aantal crèmes die je thuis kan maken om ze te behandelen. 1. Aloe vera en druivenpitoli, druivenpitten. Dit verras je mogelijk, maar druivenpitten zijn het best bewaarde geheim voor mooie ogen. Druivenpitoli is een essentiële olie die gevonden kan worden op elke markt. Het toevoegen aan aloe vera maakt het een betere remedie dan die dure crèmes die in schoonheidswinkels verkocht worden. Om de crème te maken heb je alleen maar een eetlepel aloe vera, 2 druppels druivenpitoli en een eetlepel gelatine nodig. Meng ze allemaal samen en laat het trekken. Je zal een aantal dagen met dit mengsel kunnen doen als je het royaal aanbrengt op de contour van je ogen, in een masserende beweging voordat je naar bed gaat. 2. Olijfolie en cacaopoeder. Dit is nog een geweldige manier om het gebied rond je ogen te hydrateren en kraaienpoten te behandelen. Cacaopoeder kan je in elke gezondheidswinkel kopen, het is goedkoop en het heeft vele voordelen. Je hebt alleen een eetlepel nodig. Smelt het boven vuur en voeg een paar druppels olijfolie toe. Je kan ongeveer 3 dagen doen met dit mengsel. Masseer het in het gebied voor de beste voordelen. 3. Yoghurt en groene thee. Probeer deze remedie voor wanneer je wakker wordt met opgezwollen ogen of wallen onder je ogen. Deze remedie zit vol met antioxidanten en biedt hydratatie. Bereid een kopje groene thee met een half kopje water. Voeg 2 eetlepels witte yoghurt toe en meng het goed. Doe het in de koelkast, zodat het af kan koelen. Breng het dan onder de ogen om de wallen en zwelling te behandelen. 4. Komkommer en vaseline. Dit zijn 2 ingrediënten die je zeer waarschijnlijk al in huis hebt. Komkommer en vaseline. Ze fungeren beide als hydraterende middelen om je huid te vormen en herstellen, zodat hij er gezond uitziet. Dus hoe gebruik je ze? Snijd 2 dunne komkommerschijfjes. Meng de komkommer met behulp van een vork in de vaseline totdat je een fijn smeersel krijgt. Doe het een paar minuten in de koelkast om af te koelen. Gebruik het ongeveer 10 minuten in de ochtenden of voordat je naar bed gaat en je zal een enorm verschil merken. Die wallen onder de ogen zullen verdwijnen en je rimpels zullen minder merkbaar zijn. 5. Rozenwater en yoghurt. Rozenwater kan je makkelijk vinden. In gezondheidswinkels zou je een kwalitatief goed product moeten kunnen vinden, dat niet te duur is. Het wordt over het algemeen op verschillende manieren gebruikt en heeft een aantal geweldige voordelen voor het gebied rond je ogen. Als je ongeveer 3 druppels mengt met 2 eetlepels yoghurt en het op je ogen aanbrengt, zou je de bloedstroom in dat gebied helpen, wat inhoudt dat je huid meer elastisch en gevormd zal worden.